De legging voor de steenbok. Voor het einde van het jaar. Ik ben weer terug. Van weg geweest. Ik ga weer regelmatig video's uploaden. En nu dus de eerste voor de steenbok. Voor het einde van het jaar. Hier en nu. En cadeautjes geven en ontvangen. Nou, voelt alsof je heel goed vermaakt op het moment. Je voelt je goed. Je bent gewoon bezig met genieten van je leven, hoe dat nu is. Ik zie een... en liefde in je leven. En als die er nog niet is, dan gaat die heel binnenkort komen. Ik denk een kwestie van dagen, weken. En voor sommigen van jullie is die er al. Die nieuwe liefde. En het is echt die leuke, heerlijke beginfase van een relatie. Het verliefd zijn en elkaar leren kennen en alles leuk vinden van elkaar. Van zwaarden. Die viel net. Ik pak de kaarten uit die eruit vallen. Maar daar kwam die er alsnog uit. Grappig. Kracht. Ik zat maar te denken aan een leeuw te vallen. Dat kwam door de kat die op de kaart staat. Dus misschien... Misschien is de nieuwe liefde een leeuw. Nou. Ik wil er nog één. De toren. Het is een hele... bijzondere relatie tussen jullie. En met bijzonder bedoel ik heel erg mooi. Jullie passen heel erg goed bij elkaar. Jullie voelen elkaar heel goed aan. Ik zou zelfs zeggen dat jullie soulmates zijn. Jullie passen heel goed bij elkaar. Er is alleen wel iets wat nog tussen jullie instaat. In het begin. Er is een bepaalde beslissing die moet worden genomen. Voordat jullie samen kunnen zijn.
En die beslissing die zorgt ervoor dat, dat er bepaalde zaken instorten, zoals de toren. Dus er moet iets stuk gaan, zodat er iets kan worden opgebouwd. Dat is eigenlijk een beetje het idee erachter. En wat dat precies is, gaan we nu ontdekken. Ik ga de kaart even verduidelijken. Gaan kijken wat er nog bij komt. Het voelt een beetje als een relatie die een van jullie nog heeft nu. Maar ik wil daar nog niet te veel op ingaan voordat ik de kaarten erbij heb gelegd. De zwaarde 8. En ja, het zijn Engelse kaarten. Ik kan steeds niet, ik had het net ook al. Ik kan steeds niet op de Nederlandse woord komen. Het is justice. Stom. Ja, dus het neigt echt wel een beetje naar een relatie waar een van jullie nog in zit. Of misschien zelfs allebei, maar sowieso een van jullie. Waar nog zelfs nog een beslissing in moet worden genomen. Wat het lastige is dat je kan nog zo verliefd op iemand zijn, worden. Maar als je al een relatie hebt, dan is dat een hele moeilijke keus om dan te kiezen voor iemand anders. Je weet wat je nu hebt en je weet niet hoe het gaat zijn met iemand anders. En dan kan je heel erg verliefd zijn en van die persoon houden. En er toch niet zeker van zijn of je met die persoon verder wil gaan. Maar ja, datzelfde geldt eigenlijk ook voor de relatie waar je al in zit. Want je weet nooit wat de toekomst brengt. En je weet hoe het tot nu toe is geweest. Maar ja, wie weet wat er over een jaar gebeurt en hoe jullie leven er dan voor staat. Dus dat is altijd een hele lastige beslissing om te maken. En dat doe je ook niet even zomaar. Dus dat zal nog best wel een poosje heel lastig zijn. Dus die persoon, als je die nog niet bent tegengekomen, dan komt die persoon heel binnenkort. Echt in een kwestie van dagen of weken. Maar die beslissing die daarna moet worden genomen, die kan echt lang lang voorslepen. Het zou zelfs een kwestie van jaren kunnen zijn. 4 jaar, 6 jaar. Het oordeel. En de pentakel 6. Het is heel grappig. Beide hebben een fluit, trompet. En beide gaan die kant op. Jullie passen zo goed bij elkaar en het universum wil jullie per se samen hebben. Dus dat is heel erg mooi, maar ook natuurlijk heel erg moeilijk. Maar ja, hoe dan ook gaat het gebeuren. Jullie komen samen en of die beslissing nou wordt genomen of niet. Jullie komen samen en ja, op een gegeven moment moet die beslissing natuurlijk wel worden genomen. Gebeurt dat niet, dan
doet het universum dat voor jullie? Dan gaat er iets gebeuren wat ervoor gaat zorgen dat jullie alsnog samenkomen. Maar dit is de persoon met wie jij de rest van je leven hoort samen te zijn. En er zullen dingen blijven gebeuren. Jullie zullen elkaar blijven tegenkomen. Aan elkaar blijven denken. Er blijven continu dingen gebeuren. Waardoor jullie naar elkaar toe worden getrokken. De ridder van pentakels. En de maan. Ja, het is zo dat als jullie die beslissing niet zelf kunnen nemen. Want dat gaat heel erg lang duren, die beslissing. Of jij dat bent of die andere persoon. Ik denk jij. Het voelt als dat jij dat bent. Maar het duurt te lang. En ja, zoals ik net zei, als dat niet gebeurt, die beslissing. Je maakt geen keus. Of je maakt de verkeerde keus. Dan komt het universum tussen beiden. Dan wordt er ingegrepen. En ja. Misschien dat er dan iets gebeurt dat de relatie uitkomt of ja. Jij moet gelukkig zijn en jij gaat gelukkig zijn met die nieuwe persoon die in jouw leven komt. En dat is de persoon waar je bij hoort te zijn. En het universum wil koste wat kost dat jullie samenkomen en je leven samen gaan delen. Gaan kijken naar een mogelijke uitkomst of de toekomst. Advies. Weer de aas van zwaarden. Bekers 8. En de gehangene. Ja, het gevaar hier is dat je te lang wacht. En wat ik net zei, dat dit zich jaren en jaren kan gaan voortslepen. 4 jaar, 6 jaar, zou zomaar kunnen. Advies is om het niet zo lang te laten duren allemaal. Probeer die beslissing te nemen. En dat is echt niet dat je dat gelijk moet doen als je die persoon tegenkomt. Maar ik geloof echt dat je het zal voelen. Als je die persoon tegenkomt, dan voel je dat diegene is. En eigenlijk kan je er ook niet omheen. Dus je oude relatie zal... Het zal ja, heel moeilijk worden gewoon om daar nog mee door te gaan. En ja, ik weet als er kinderen in het spel zijn, dan is het allemaal nog veel lastiger. En dan ga je proberen om toch bij elkaar te blijven voor de kinderen. En maakt dat die beslissing nog veel moeilijker. Dat weet ik. Maar ja, weet dat het geen zonde is om uit elkaar te gaan. En als jij niet gelukkig bent met je huidige partner. En helemaal als je ziet hoe het met iemand anders kan zijn. Dan... Ja, ga je niet gelukkiger worden in je oude relatie. En
dat is wel iets wat je moet meenemen in je beslissing. En ja, ook voor je kinderen. Want jij geeft het voorbeeld aan je kinderen. En je geeft ook het voorbeeld van hoe een relatie moet zijn. Maar nogmaals, het is heel erg lastig. Ik weet het. Dus denk daar goed over na. Denk, voel vooral goed. Denk goed na over je gevoelens en wat je precies wil. En nou, heel veel succes.